Ik ben Chris van Noir. Ik ben met koffie begonnen nadat ik in Antwerpen Café Nation heb leren kennen. Ik dacht dat koffie koffie was, maar dat bleek niet zo te zijn. Ik heb daar geproefd van toen mijn eerste ervaring echte espresso. En dat is een beetje blijven hangen. En een paar jaar later heb ik samen met mijn vriendin beslist van wij gaan daar verder in doen. Vandaar Noir Coffee Bar. Al onze koffies, cappuccino, flat white, latte, maken we sowieso vanuit een espresso shot. Espresso shot, het belangrijkste wat er is denk ik in een echte koffiebar. Eerst en vooral gaan we zorgen dat we een fijne maling hebben. Dat we 20 gram gemalen koffie hebben in onze basket. Dat we de basket goed gelijkmatig aanduwen. Ongeveer een 15 kilogram druk wordt gezet. En dan natuurlijk zorgen dat we een mooie looptijd krijgen van tussen de 25 en 30 seconden. Kingshot zou ik zeggen 25 seconden, maar sommigen gaan ook naar de 28 seconden om het ideale espresso shot te krijgen. Je krijgt dan een mooie crema laag, een volle smaak en eigenlijk ja, hetgeen waar ik het meeste van hou. Ja, ik denk dat ik samen met Muriel gewoon het geluk heb dat wij kunnen samenwerken met Café Nation, die voor ons eigenlijk de beste bonen van het moment uitzoekt. Voor onze favoriete koffies op dit ogenblik gebruiken we vooral de Little Green Bag. Iedereen kent natuurlijk het liedje waar Little Green Bag in voorkomt. In dat liedje gaat het eigenlijk over de verslaving van de zanger. Bij ons is dat op dit ogenblik de beste koffie die we kunnen samenstellen om ook cappuccino's, lattes, noem maar op mee te maken. Meer en meer beginnen mensen ook terug te genieten van filterkoffie. Iedereen herinnert zich zijn bomma waarschijnlijk nog wel, die zelf de koffie opgoot. Momenten van rust, van genieten. Ik denk in deze tijd waarin wij constant bereikbaar zijn, constant e-mails, telefoons, noem maar op ontvangen, dat een moment van echt genieten van ouderwetse koffie opgieten ideaal kan zijn om een zekere rust terug in je leven te vinden. Het is echt een moment waarop je zegt, ik neem de krant, een filter koffie en even alles rondom mij weg. Een zalig moment.